zijn Kempense Borden bouw uit Balen. En zoals de naam het al zegt, we zijn gespecialiseerd in het bouwen van elektrische borden. Dat gaat van kleine verdeelkastjes die je bij je thuis hebt ophangen, tot en met grote vermogenkasten. Wij bouwen borden tot 3000 ampère. Ook voor de industriële tak van de markt zijn wij actief bezig. We bouwen ook borden met PLC's in of met relaissturingen en zo. Dat gebeurt allemaal hier in huis. We werken samen met twee marktleiders op het gebied van de CAE-systemen, waarbij we dan Selectrical gebruiken voor het kastontwerp en de 3D-modellisatie. In de huidige markt, waar de snelheid een grote rol speelt en de kleinste fout groot impact kan hebben op vertragingen en onnodige kosten, waar er constant nieuwe technologieën verschijnen, zoals bijvoorbeeld een CNC-machine of onze draadconfectiemachine, waren we op zoek naar een geschikte partner om eigenlijk heel het proces te combineren. Dat heeft ons geleid tot Selectrical van IGE XL, in wie dat we een uitstekende partner gevonden hebben. De eerste meerwaarde eigenlijk van het Selectrical 3D Panel Plus is dat wij met verschillende CAE-systemen een koppeling kunnen maken naar het 3D-programma. Hierdoor hebben wij maar één schema in 2D en eender welk programma nodig om een 3D-ontwerp te maken. De tweede meerwaarde is eigenlijk dat er een ongekende bron van additionele informatie vrijkomt. Denk hierbij aan boorgaatpatronen van de verschillende componenten die wij rechtstreeks kunnen sturen naar onze CNC-machine. Maar ook de draadkniplijsten die wij kunnen maken door onze draadknipmachine. Voor ons als KBB is Selectrical eigenlijk een onmisbare tool geworden in het dagelijks gebruik door de meerwaarde dat ons nu op dit moment biedt. Het helpt ons het bedrijf te optimaliseren en nog verder te kunnen ontwikkelen. Op dit moment is 3D Panel Plus niet meer weg te denken in ons productieproces.